Nou, mijn stelling is dat nascheiding van plastic, dat dat veel beter is dan voorscheiding van plastic. Het is goedkoper, dus als consument betalen we er minder voor en het is ook nog milieuvriendelijker ook. We hebben laten zien dat de kosteneffectiviteit van recycling ten opzichte van verbranden, dat dat redelijk duur is. Het kost, bespaart CO2, maar de besparing is relatief duur. Het kost €172 per ton. Nou, als we dat vergelijken met de prijzen die op dit moment op CO2-veilingen worden gehanteerd, dan is dat fors hoger. Die prijzen zijn op dit moment €5. Nou, dat heeft voor een deel ook te maken met een wat minder economische situatie in Europa. Maar ook als je het vergelijkt met een heel duur alternatief, en dat betekent dat we CO2 in de grond gaan opslaan, bijvoorbeeld bij kolencentrales of in de Noordzee, dan is het nog steeds duurder. Dan praten we dus over 80 à €90 per ton. Nou, en dat heeft een aantal oorzaken. De eerste oorzaak is toch dat de CO2-winst van het apart houden van plastic, dat die beperkt is. Met name het apart houden van plastic door huishoudens. Om nu eens een vergelijking te maken. Natuurlijk bespaar je CO2 door het scheiden van plastic. Maar je moet 60 jaar als gemiddeld Nederlands gezin plastic scheiden om dezelfde hoeveelheid CO2 te besparen als een enkele reis van hier naar LA in de Verenigde Staten en dan nog in de economy class. Nou, belangrijk is ook dat de kosten van het ophalen van met name plastic, dat die omvangrijk zijn. De soortelijke massa van plastic is gering, is die. Er moet behoorlijk door gemeentes geïnvesteerd worden in een infrastructuur, in ophaalpunten. En plastic bij dat door huishoudens wordt aangeleverd is ook vaak vervuild. Is dat. Betekent dat dan dat we plastic voortaan moeten gaan verbranden? Nee, ik denk dat alle beetjes in het klimaatbeleid dat die helpen. Maar ik denk wel dat we moeten gaan kijken of we die kosten naar beneden kunnen krijgen. Nascheiding is in mijn ogen daar een heel goed alternatief voor. Uit België blijkt ook dat dat veel goedkoper kan, dat dat ongeveer voor 40% van de kosten die we in Nederland hanteren. Overigens moet u zich realiseren dat de consumenten in feite natuurlijk gewoon dat bedrag betalen via allerlei opslagen, bijvoorbeeld op een fles shampoo, flacon shampoo. Stel dat er een dubbeltje bovenop zo'n fles zou komen. Nou, als we straks dat door middel van nascheiding zouden doen, dan zou dat nog maar 4 centen zijn. Belangrijk is ook dat het nascheidingsproces dat effectiever kan zijn. We kunnen gewoon de moeilijke soorten plastic kunnen we beter scheiden. Het blijkt dat zowel van pilots hier in Nederland als ook van de Belgische ervaring, dat er 2 keer zoveel plastic eruit gehaald wordt als we dat doen door middel van nascheiding dan dat we dat zeg maar als huishouden zelf zouden doen. Nou, met name in de grote steden is het denk ik ook heel moeilijk om een infrastructuur op te tuigen en ja, ik denk dat daar alleszins reden is om nog eens te kijken of we daar niet juist door nascheiding plastic zouden moeten recyclen, wat in mijn ogen beter is voor het milieu en ook nog aanzienlijk goedkoper.